in de spelersbus van PSV met 20 vrouwen onderweg naar een kledingwinkel. Dat belooft normaal gesproken een gekkenhuis te worden. Maar de vrouwen van PSV hadden hun nieuwe kleren al gepast en gingen ze dus nu alleen maar ophalen. En dus reed de bus voordat de speelsters naar Telstar uitgingen eerst even langs Carrera Jeans op Strijp S. Ik ben ook blij dat er waardering is voor ons vrouwenteam en dat uit Carrera zo. Heb je nou zo'n gevoel dat je wat professioneler overkomt als je nou bij een uitwedstrijd aankomt in deze kleren? Ja, tuurlijk. Iedereen heeft toch wat anders dan gewoon een joggingsbroek en een jasje. En nou zien we er netjes uit. We gaan nu ook meer focussen op de damescollectie. Dus vandaar, hè, om het bruggetje even te maken alvast naar PSV-vrouwen, ook PSV-sponsoring bij de vrouwen. En daar gaan we natuurlijk commercieel iets meer in de markt mee doen met onze vrouwencollectie. Het is helemaal anders, maar ik vind het anders wel heel mooi. Leg eens uit, wat hebben jullie allemaal precies allemaal gekregen? We hebben een heel mooie broek gekregen, een grijze broek. Met een heel speciale trui, maar die op zich wel mooi past bij die broek. En een leuk jasje. Uiteindelijk gaat het erom, je kan wel iets gaan sponsoren, maar ze moeten zich ook lekker in voelen. Want anders heb je nog geen goed gevoel aan beide zijden. Maar dat hebben ze. Ik ben gisteren, in Italië geweest om dit feest te vieren. Maar er was ook een productintroductie op damesgebied. Nou, en daar ga ik nu nog niet verklappen, maar daar gaan we vast iets mee doen met PSV-vrouwen. Dat wordt echt heel leuk. Is het nou een beetje professioneler als jullie zo met z'n allen op deze manier aankomen bij een uitwedstrijd? Ja, natuurlijk. Het is veel professioneler en oogt wel veel mooier dan gewoon met die trainingspakken. Dus als we teamuitje nemen of zo, of als we ergens met het team ingaan, dan denk ik dat we wel respect afdwingen op die manier.